Hé hey jongens, we gaan een stapje, ja, ja. Maak een stapje naar Sittard. Laten we even luisteren naar de trainer, Velasquez, naar die mooie gelijkspel tegen Feyenoord. I want in every matches win, but today if you analyze the context and the connotation, Feyenoord Stadium, amazing club, have 1 point today is very, very, very positive, very positive. Heel positief, puntje tegen Feyenoord. Ja, fantastisch resultaat. Ja, maar ze beginnen zo overtuigend aan die wedstrijd. De meeste ploegen komen daar met knikkende knieën en graven zich in. En als je ziet hoe agressief Fortuna en die wedstrijd begint. En Feyenoord dus eigenlijk achter de feiten aanloopt door die vroege goal. Ja, dan dwing je het zelf af dat je daar een puntje over houdt. Ja, en het leuke is, kijk, die man is natuurlijk begin... iedereen, ja, hij heeft zoveel clubs gehad. Hij praat een beetje als die kok uit Fawlty Towers. Hè, die, dus daar wordt heel erg lachen over gedaan. Hij werd zelfs bij ESPN zelfs uitgelachen. Hè. Vond ik echt schandalig. Maar je ziet gewoon, hij doet het fantastisch. Ja. Wat heeft hij gedaan? Ja, wat ik een beetje begrepen is dat hij gewoon in ieder geval, gewoon het allemaal veel compact heeft gezet. Hè. De linies dicht op elkaar. De afstanden waren veel te groot, de eerste wedstrijd van de competitie. En je ziet nu dat het veel beter staat.